Nijmegenaar Henk Horsting vertrok zaterdagmorgen op de fiets richting de Sloveense hoofdstad Ljubljana. Hij doet dit in het kader van de titel European Green Capital 2018. Nijmegen doet voor de derde keer mee in de race om de groenste stad van Europa te worden. 20 juni verwacht hij aan te komen in Ljubljana. Dat gaat gebeuren op het Marktplein in Ljubljana. En daar zijn andere mensen van de groene estafette. En die gaan Nijmegen verdedigen tegenover de jury om te zorgen dat we eindelijk terecht eerste worden. Het is 1200 kilometer. We gaan vandaag naar Keulen fietsen. Dat is 1/8. En dan hou ik wat over in Oostenrijk, want dan moet ik de Alpen over. Dus dan hoef ik maar 100 kilometer per dag te fietsen. Dus de eerste dagen ga ik flink doorfietsen. Om te zorgen dat ik er op tijd ben, want ik moet dus het estafette stokje overdragen. Mijn naam is Marco Wolkenveld. Ik heb een aantal keren al meegefietst om Nijmegen groene stad te laten worden. Vandaag fiets ik mee tot Keulen en we gaan Henk ondersteunen die helemaal naar Ljubljana gaat fietsen. Ja, het heeft ermee te maken dat Nijmegen opgaat voor European Green Capital. Al 2 keer tweede geworden en ze willen nu een derde worden. En ze hebben 2 keer gefietst en vond ik dat ze de derde keer ook moesten fietsen. Ik heb ook van Nijmegen naar Parijs gefietst in het kader van die klimaatconferentie. Ik vind zeker duurzaamheid belangrijk en de leuke combi hier met fietsen, sporten. Ja, dat vind ik wel een belangrijke. En zeker als Nijmegen daarmee groenste stad kan worden, daar draag ik graag mijn steentje aan bij.